Yo mensen, tot ik kijk naar deze aflevering. Mijn naam is van FIFABOY1999. We hebben vandaag de nieuwe Final Cam mode. En vandaag heb ik goed nieuws voor jullie, want we hebben twee nieuwe assistenten. En die gaan jullie nu horen en zien. Die heeft dit al zo vaak meegemaakt. Het begeleiden van jonge talenten. Die heeft hij heel veel de overkant mede laten halen. Wat kan hij jou leren? Het vak denk ik. Lichter was dat je terug zou keren. Is dit een dag waar je lang naar hebt uitgekeken? Ja. Ja, zeker. Kijk, er was van de zomer was er al sprake van dat het zou kunnen gaan gebeuren. Dat is toen niet gebeurd. En nu gelukkig wel. En ik ben nu hier. En ik, wat ik al zei, het is voor mij persoonlijk echt een mooie reis geweest de afgelopen. Kuit en Van Persie is terug bij ons, bij Feyenoord, als assistent. Naast ons natuurlijk. En nu beginnen we aan de wedstrijd van Nederland zelf alweer tegen Roemenië. En die begint naar 30 minuten eigenlijk de eerste keer echt los te komen. Met de Depay met schot en het is 1-0 voor het Nederland zelf. We staan voor Memphis Depay met de goal. Het is 1-0 voor het Nederland zelf in deze kwartfinale van het EK. Is Depay die het Nederland zelf op voorsprong zet. En wij op voorsprong staan tegen Roemenië. En door moeten gaan knokken deze wedstrijd in de 47e minuut. Als de bal bij Vilhena komt. Vilhena heeft hem. Naar Depay. Van Aanholt. Geeft hem op Depay terug. Depay kappen en voorgeven. Memphis Depay geeft hem voor. Geeft hem voor op Stengs. En de kop hier van Weghorst. En het is 2-0. Wout Weghorst. Tot nu toe de topscorer van het Nederlands elftal in dit EK. En maakt de 2-0. En we staan 2-0 voor. De vierde in dit EK. Zit in 53 minuten als nu Roemenië de bal krijgt. Maar Bijlo heeft hem. De vrije, hoe een goede uittrappen, zo is het toch nog de 2-1. Zorlige uittrap van Nederlands elftal. Een beweegje zat erin komen voor Stengs. Maar Bijlo maakte daar een zorgige fout op eigen gebied. Stengs eruit is gegaan, Boeetjes erin komt. Die nou Weghorst de bal heeft, geeft hem hier aan Boeetjes. Jan Boeetjes viel heen aan het schot en het is 3-1 voor Nederlands elftal. Je zou zeggen over naar door naar de halve finale. Maar dat weet je maar nooit. Dit in de 64e minuut. Als het hier 3-1 is voor het Nederlands elftal. We staan voor. 3-1. Tony Vilhena zit er nu in de 68e minuut. Als Groeneveld de bal heeft. Groeneveld geeft ervoor op Weghorst. En het is 4-1. Wout Weghorst maakt weer zijn tweede in deze wedstrijd. De vijfde op dit EK. Is het dan zeker? Gaan we door naar de halve finale. Komt Toornstra erin voor Depay. En is het de 4-1 voorsprong tegen Roemenië. Voor het Nederlands elftal. Hier komt Roemenië er nog uit in de 72e minuut. Bal komt voor. Bal wordt niet goed weggewerkt door Virgil van Dijk. Ook niet door zijn medespeler van Hena. En zo is het dus nog 4-2. 2-4 dus voor Roemenië. Roemenië nog met een doelpunt. Wordt het dan nog uitkijken voor het Nederlands elftal. Als wij de afstand mogen nemen nog in de laatste minuten. Maar de bal is weer al kwijt. Want Roemenië heeft de bal weer terug. Met nog een kwartier spelen. Menea, Anton, Sintik, Marnin. Het is toch Roemenië hoor, die probeert aan te vallen. De bal komt voor. Moeten we gaan verdedigen. Dat gebeurt niet goed. De bal komt bij Roemenië aan. Schietkans en het is 4-3. 3-4. Roemenië komt terug naar een 4-1 achterstand. We staan nog voor met 4-3, maar niet lang meer. De laatste minuut, 10 minuten nog. De bal bij Toornstra naar Groeneveld. Groeneveld met een schot. En het is 5-3. Groeneveld beslist deze wedstrijd zou je zeggen. Met een 5-3 zegen op Roemenië. Nederland zag toch door naar het EK. Ja, door in het EK naar de halve finale. Dat wordt ook een hele lastige, denk ik. Hier de bal weggekopt. Nederland houdt de bal niet. De bal nog steeds voor Roemenië. Dus de kopbal hoeft niet meer, want het is buitenspel. Dus kan Bijlo de bal uittrappen. En dan is deze wedstrijd gespeeld. En winnen we met 5-3 van Roemenië dit EK. Kwartfinale wedstrijd. En gaan we door naar de halve finale van het EK. En dat zou zijn... Tegen, dat kan ik je al verklappen, Slovenië. Dat is de volgende tegenstander, de halve finale van het EK. Ik zou zeggen, makkelijke wedstrijd, piece of cake. Maar het is het EK, ze zijn niet zo niks het halve finale gekomen. Blatia naar een of andere Chinese club, die heb ik afgewezen. Ook Fenerbahçe was interessant in Van Krooi, maar die heb ik ook afgewezen. Ze zouden niet hoger bieden dan ik wou, dan houden we Van Krooi. Hier doe ik een selectie wat aanpassingen, ik neem de jonge spelers mee. De Haan en doe de licht in de basis voor Van Dijk. De Vrijhoed dan de aanvoerder, maar we gaan nog veranderen. Haaps komt erin. En Kongolo komt erin voor De Vrij. Kongolo ook dan de aanvoerder van dit Nederlands elftal. De Vrij nemen we niet mee, we nemen Ake mee. En dit is dan de selectie die ik moet doen tegen Slovenië. Die begint na een minuut al met de eerste kans bij Weghorst. De bal hier, goede
En de overdeling van Slovenië, zo krijgen wij de vrije trap mee. Niet zo dicht bij het doel, het is gewoon een rustige bal. Congolo, de licht. Tony Valena. Ik heb goed gegeven op Stenks. Er is het al vroeg na 3 minuten. Kelvin Stenks met de 1-0 voor Oranje. We staan voor. Stenks rent naar de zijlijn, naar Scherpen. En het is 1-0 voor Oranje na 3 minuten. We staan voor. Dus eerst ook op het EK. En de 1-0 in deze wedstrijd. Krijgen we na rust pas weer de kansen die gaan komen. 46e minuut als Slovenië de bal hebt. Die bal komt er. Aanval met Kampel en de bal weggehaald. Niet goed. De bal nog steeds voor Slovenië. En hier schot en het is 1-1. Het is weer gelijk. Bergic maakt de gelijkmaker. Zitten we nu in de 51ste minuut. De bal bij Groeneveld komt. Groeneveld, Tony Valena. Valena, Groeneveld, Depay. Depay met het schot en de bal weggewerkt. Toch niet goed, want hier is de bal bij Stenks. En het is 2-1 voor Nederland zelf al. Het is weer Kelvin Stenks. Die maakt zijn tweede op het EK. En de tweede in deze wedstrijd. 2-1 tot nu toe dus. Goede uitgespeelde kansen. En het is nu een 6-6 minuut als Groeneveld de bal krijgt hier. Groeneveld, Kappen voorgeven. Kappen voorgeven. Weghorst en de bal bij Stenks voor zijn derde. Nee, weggekopt. De bal bij Karsdorp terecht komt. Karsdorp naar Verlena die niet bereikt wordt. En zo is de bal weer voor Slovenië. Misschien met de 2-2. Moet zelf de druk gaan zetten. Dat moet gaan gebeuren nu. Kampel geeft hem hier. Maar de bal is voor Congolo en Haps. Hier naar Frenkie de Jong. Groeneveld. Groeneveld geeft hem op Haps mee. Haps moet hem geven op Weghorst. Haps gaat nog voor eigen succes. Verlena, Tongstra met het schot en de redding van de doelman. Komt er een wissel in. Stenks gaat eruit en Boetjes komt erin. Een publiekswissel dus. De man voor de 2 goals die eruit gaat. Zitten we nu in de 86e minuut als Slovenië de bal heeft. Slovenië heeft hem, kan hem niet bij zich houden. De bal kappen en voorgeven. Nou, hij doet dus anders. Wij moeten druk gaan zetten met Karsdorp. Dat gebeurt. Karsdorp hier en een ingooi is voor Slovenië. Met de laatste minuten die gaan komen. Gaan we dan door naar die finale van het EK? Dan wordt het dan lastiger in die finale. Want Duitsland moet tegen Denemarken. Hier het schot bij de handen van Justin Bijlo. En mogen wij dan rondtikken. Dan winnen we de wedstrijd. Gaan we door naar de finale van het EK. Overwinning op Slovenië. Een 2-1 overwinning. Dat betekent dat we doorgaan. De finale is tegen Denemarken. Denemarken heeft gewonnen van Duitsland. Dus het wordt nog een hele lastige klus, wil ik niet zeggen. Want we hebben gelijk gespeeld in de groep. Maar we gaan het zien. Morgen de Feyenoord KM ook weer. Met de EK-wedstrijd. Die finale. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Later.